гестаповцы и убили. И когда я сказал, что Люка, иди. In deze studio liggen kilometers aan onvertelde geschiedenis. Restmateriaal dat het daglicht nooit heeft gezien. Johan blaast deze weer een nieuw digitaal leven in. Казачьего кавалерийского краснознаменного Будапештского корпуса. Мы очень рады, что вы пришли в наш музей. Kijk, zag je? We hebben maar één frame dat er een kruis in beeld is. En dat kruis dat zit ook op de geluidsteek. Hier, zie je? Start. Maar die hoor je niet. Kijk, die zie ik alleen maar. Dus ik heb nu een optische verbinding tussen mijn geluid en mijn beeld. En die kan ik dan koppelen. Zo. En dan lopen ze synchroon. Alleen als ik het laat digitaliseren, is het heel vervelend dat ik dus nu geen piep hoor. En die ga ik, ik kan hem er echt in plakken. Dat doe ik ook echt. Ja. Но когда туда попали советские люди, мы там были 22 дня, мы организовали восстание всего лагеря, составляя план, мы задумывались, как сделать так, чтобы это было незаметно для фашистов. И вот в день победы... Die meneer die je net zag, dat is meneer Bachelor. En dat is een van de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn ontsnapt uit het kamp Sobibor in Polen. En eind jaren 80 een documentaire over gemaakt. En dit is restmateriaal van die documentaire. En dat restmateriaal wordt eigenlijk heel vaak niet meer digitaal gemaakt. De grote archieven die concentreren zich vooral op titels van complete films of uitzendingen van televisie. Maar restmateriaal, dat blijft vaak liggen. Daar hou ik me daar graag mee bezig. Voor mij is het een soort totaal andere wereld. Die dan door een tussenstap, wat dan jouw vak is, weer in mijn wereld komt, zeg maar. Ja. Ja, en toch denk ik dat die stap minder groot is dan jij denkt, dat denk ik. Nou, misschien is dat ook wel een beetje de roze lens van de nostalgie waardoor ik heen kijk, hoor. Ja, want daar heb ik niet zoveel mee inderdaad. Nee. Het is niet altijd dat ik heel vrolijk word hier, omdat ik elk moment een apparaat aan kan zetten waar dan vervolgens een rookwolk uitkomt en dan doet hij het niet meer. Dan heb ik een technicus nodig en die technici zijn zeldzaam. Dus het is in die zin wel een haat-liefdeverhouding wat betreft apparatuur die ik nodig heb. Je zou toch denken dat als je meer en meer met het verleden geconfronteerd wordt, dat je dan ook meer in het verleden gaat leven. Alles behalve dus als ik Johan mag geloven. Hij noemde zijn passie elke dag weer wakker worden. En hoewel ik denk dat nostalgie een mooie eigenschap is, omdat we toch waarde blijven hechten aan de mensen die ons voor zijn gegaan, kunnen wij allemaal iets leren van die houding van Johan. Of het nou analoog, digitaal, fotochemisch, elektrisch of in het echt is. Nu gebeurt het. En daar moeten we het mee doen. Фотография вспоминается.